Hey, dag allemaal. Zometeen ontvang ik een aantal mannen voor deze zondagmiddag mannencirkel. Speciaal ter gelegenheid van Internationale Mannendag. En waar gaat het over? Waar gaat het over? Is om mannen samen te brengen. Om mannen met elkaar in verbinding te brengen. Om samen te delen over wat er in je leeft. Om je eigen verhaal te delen. Om je eigen verhaal te vertellen. Maar vooral ook om niet te blijven hangen in het verhaal. Want dat is wat er vaak gebeurt. We blijven vaak in ons hoofd hangen. We blijven in ons verhaal hangen. Vastgeketend in onze gedachten. Vast in onze emoties. En wat ik de mannen keer op keer leer, is om in de zetel van de ziel te gaan zitten. Om daadwerkelijk diep te zakken en die identificatie met je gedachten en met je gevoelens los te laten. En om vanuit een afstand te kijken naar jezelf. En om van daaruit, vanuit rust, ontspanning, vanuit vrijheid, alles waarin je jezelf in het dagelijks leven vastzet, in die gedachtes, in die gevoelens en dus in het verhaal, om dat te doorbreken. Om daardoor heen te leren kijken, zodat het uiteindelijk vanuit die rust en ontspanning volledig verdwijnt. Omdat het je niet meer dient. Omdat het er niet meer hoeft te zijn. En dat gaan we vanmiddag ook weer ondervinden met elkaar door die verbinding aan te gaan en daadwerkelijk de diepte in te gaan. Ik heb er nu alweer zin in. Dus mannen, maak je borst maar nat. Tot straks.